Goedemorgen, Max Verstappen is weer helemaal opgeladen uit de zomerstop gekomen en heeft zin in het raceweekend op zijn favoriete circuit, namelijk Spa-Francorchamps. De leider in het klassement zal met 9 wedstrijden te gaan zijn voorsprong van 80 punten moeten verdedigen. Het circuit van Spa is wel wat aangepast en de regerend wereldkampioen ja, is wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. De aanpassingen aan de banen hebben het iets meer oldschool gemaakt met de gimbak erbij en dat vind ik een goed idee. Het is mijn favoriete circuit, dus ik kijk ernaar uit om dit weekend te racen. Het ziet ernaar uit dat het gaat regenen en dat maakt het wel wat lastiger, maar gelukkig houden wij als team wel van een uitdaging. Al dus, Max Verstappen. Ja, gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Daniel Ricciardo na dit seizoen noodgedwongen afscheid moet nemen van McLaren. Hij zou echter nog wel bij het team actief kunnen blijven, maar dan in de IndyCar. Zack Brown bevestigt dat zijn team hem een aanbieding heeft gedaan, maar daar zit Ricciardo op dit moment nog niet op te wachten. Ricciardo wordt met enige regelmaat in verband gebracht met een overstap naar de IndyCar. Ja, en als het aan Brown ligt, is dat ook wel een realistische mogelijkheid. De CEO van het team reageert tegenover ons, GP-fans, op de vraag of het team hem een zitje in de Amerikaanse klas heeft aangeboden. Ja, daar hebben we over gesproken. Maar toch laat Brown weten dat zijn coureur daar op dit moment niet op zit te wachten. Hij is een uitzonderlijke coureur bij welk team hij dan ook rijdt. Het is een privilege om Daniel voor je te hebben rijden. En we zijn natuurlijk actief in meerdere raceklassen. Dat gezegd hebbende, is hij erg gefocust op de Formule 1. Maar natuurlijk staat de deur altijd open hier bij McLaren. Maar ik geloof dat zijn ware doel is om door te gaan in de Formule 1. We laten het nu hierbij en laten hem antwoorden wanneer hij het heeft over zijn toekomstplannen. Al dus, Zach Brown. Ja, zie jij Ricciardo wel rijden in de IndyCar Series? Of misschien toch in een andere klasse? Laat het weten in de comments hieronder. Ja, een van de meest besproken namen van de afgelopen tijd is toch wel die van Oscar Piastri. De Australier werd aangekondigd door het team van Alpine, maar had hele andere plannen. En ja, op dit moment lijkt hij na het vertrek van Daniel Ricciardo wel te gaan rijden voor het team van McLaren. Maar volgens Jacques Villeneuve speelt Piastri wel een gevaarlijk spelletje. Het hele gebeuren schoot bij het team van Alpine in het verkeerde keelgat. Met name op maar was niet te spreken over de acties van Oscar en dus kreeg hij van langs in de media. Villeur vraagt zich af of de acties van de Australische jongeling allemaal wel zo handig zijn. Ja, het is niet gemakkelijk om met dit soort druk te beginnen. Het wordt interessant om te zien omdat het iedereen zo verbaasd heeft. Het brengt vraagtekens rondom je naam. Teams en sponsoren die een deal met je willen sluiten, zullen zich altijd afvragen hoe ze behandeld gaan worden. Wat gebeurt er en wanneer kunnen we deze persoon vertrouwen? Het is een zeer gevaarlijk spelletje om te spelen. Er zijn zoveel coureurs die zich over de jaren heen als koning hebben laten zien in andere raceklassen, maar totaal niet konden laten zien in de Formule 1. Het is een grote stap voorwaarts. Hoe Piastri het gaat doen in de Formule 1, dat weten we nog niet. Het is een grote vraag. Zo vertelt de voormalige wereldkampioen tegenover Reuters. Was hem dan het GPF nieuws van de donderdagochtend. Ik zie je in de middag weer. Tot dan. Hoi.